Ik ben Dani Lurke, ik kom uit Schergro en ik maak filmpjes op TikTok. En ze werden vooral bekeken door mijn Kerkraadse accent en door mijn mam. Die filmpjes vinden jullie leuk. Nou, ik kom uit Schergro, ik ben alleen in het ziekenhuis een hele geboren, maar hier ben ik nooit meer voet. Ik ben hier op Stapij, in het centrum. En ik werk ook nog bij Roda als steward. En ik kan nu ook heen naar de daden wonen in plaats van Maastricht. Dus ik vind, ja, alles, zoals alles hij. Er is hier niet veel variatie. Hey, je kan in de bioscoop, je kan bowlen, je kan lasergamen, je kan in de game state, glow golven. Er is hij echt van alles. Een trampolinepark, alles has hij. Nou, dan kan hij eigenlijk de hele dag spenderen. Dan kan hij ontbijten, lunchen, de hele dag doorbrengen bij alle dingen die hij gaat dan opgenomen. En dan kan hij ook op het eten. Dan kan hij met het mot nog sloffen in het hotel. Dus dan kan hij de hele dag doorbrengen. Dan trekt hij ook 6 miljoen lui, vooral uit de regio. Hij heeft ruim parkstad en ook aan de Duitse grens. En ik merk ook vooral dat hij veel jongeren zijn, want door alle nieuwe eetgelegenheden wat er ook zijn gemaakt, werd het gewoon veel leuker voor de jeugd om hier ook te komen.